Dit zijn Matthijs, Dina en Ruben. Even een applausje graag. Ja, dankjewel. Ze hebben alle drie een bewegingsstoornis. Hoi, ik ben Ruben. Ik heb ataxie en dystonie. Ik ben Dina en ik heb myoclonisch ataxie. Ik ben Matthijs en ik heb ataxie. En daardoor als ik loop schommel ik een beetje. En daardoor praat ik ook wel langzamer. Als jij ook zo'n bewegingsstoornis hebt, moet je daarvoor waarschijnlijk naar het ziekenhuis. Waar je tijdens een spreekuur met meerdere artsen onderzocht wordt. Ja nee, ho, het is een ziekenhuis, geen spookhuis. Ik dacht eerst, oh nee, ik moet naar het ziekenhuis. Maar dat valt heel erg mee. Het klinkt erger dan het is. Je bent voornamelijk aan het praten over je bewegingsstoornis. Er waren heel veel dokters en ze waren heel aardig. Ik vond het ziekenhuis heel erg meevallen. Eigenlijk was het best chill. Best chill, maar toch kan het wel wat bedreigend overkomen. Hè? Een stuk of vijf van die dokters in van die enge witte jassen om je heen. Natuurlijk willen wij ook liever geen witte jassen aan. En vooral niet bij kinderen. Maar in Nederland is het zo dat dokters witte jassen aan moeten in het ziekenhuis. Maar, dokter? Ja? De kinderen die op jullie spreekuur komen, die kunnen toch ook fantaseren dat jullie geen witte jassen aan hebben? Ja, natuurlijk kunnen ze dat. Want al fantaseren ze dat we een pimpelpaarse jas met roze stippen aan hebben, doe dat vooral. Ja, want zo staan er ineens geen vijf dokters in witte jassen meer om je heen. Maar dit, of dit, of dit. Net hoe gek jij het maar wilt. En nu vraag je je misschien af, waarom zijn er eigenlijk zo ontzettend veel dokters bij dat spreekuur aanwezig? Dat komt omdat het een multidisciplinair bewegingsstoornissenspreekuur is. Dat betekent A, heel, heel veel punten bij Scrabble. En B, dat de artsen die aanwezig zijn, allemaal specialist zijn op een bepaald gebied. We doen dat samen omdat bewegingsstoornissen verschillend en best ingewikkeld zijn. En omdat wij samen beter in staat zijn om jou te helpen. En je wordt ook trouwens gefilmd. Kijk eens even slim in. Oplet, ja, camera loopt. Nou, dat is allemaal wel wat minder Hollywood-achtig dan dit, hoor. En dat filmen ze met een klein cameraatje. Zodat de dokters het later kunnen bekijken. Het stelt niet zoveel voor. Precies. Het multidisciplinair bewegingsstoornissenspreekuur is helemaal niet eng als je bedenkt dat het woord alleen al geweldig veel punten oplevert bij Scrabble. Je die enge witte doktersjassen kunt vervangen door iets anders. Je als een Hollywoodster geniet van de camera en al die aandacht. Kortom, maak je geen zorgen. Tot ziens.